Hij blijft. Dat maakte AZ vandaag bekend. De optie in het contract van John van der Brom wordt gelicht. Ook volgend seizoen is hij trainer van AZ. Ik ben ontzettend blij. Ik heb tot het moment van vandaag elke dag met veel plezier hier bij de club gewerkt. We zijn met een mooi project bezig om ons elke keer weer te verbeteren in allerlei opzichten. Als je kijkt naar de afgelopen jaren en de doelstellingen die wij met elkaar hebben bepaald, dan is dat zeg maar het belangrijkste argument. En omdat wij ook de toekomst met elkaar zien dat die op diezelfde manier verder kan gaan. En dus is de onduidelijkheid voorbij. Onduidelijkheid die de afgelopen weken wat ging hangen rond de trainerspost van AZ. Alle betrokkenen zijn blij dat er nu duidelijkheid is. Ja, ik heb eigenlijk van begin af aan direct gezegd dat wij een periode met elkaar hebben afgesproken. Of in ieder geval een datum. Dat er voor die datum een beslissing zou vallen. Ja. Dat is 1 maart. Ja, dat is 1 maart. In de winter hebben we teruggekeken naar het afgelopen jaar. Naar het eerste half jaar. En we hebben de tijd die we daarna nog hadden, hebben we gebruikt om te kijken naar de toekomst. En daar hadden we tot 1 maart de tijd voor. Dat is uiteindelijk iets eerder geworden. En daarom was ik vrij nuchter altijd in die zin naar buiten. Omdat ik wist waar we met z'n allen mee bezig zijn binnen AZ. En dat is voor mij veel belangrijker dan alles wat jullie hebben geroepen. Daar hoor jij ook bij.